Goedendag, mijn naam is Waldo Volmer. Ik ben de directeur van Stichting Stadspodium, de overkoepelende organisatie voor de podiumkunsten hier in Harderwijk en in Hierde. Afgelopen jaar was natuurlijk weer een lastig jaar op vele gebieden en voor heel veel mensen, maar ook zeker voor de kunst- en cultuur- en evenementensector. Het was weer een jaar waarin we veel moesten verplaatsen, doorschuiven en zelfs afzeggen. Heel veel moeten schuiven en moeten switchen. Maar gelukkig is het met de inzet van heel veel enthousiaste, gepassioneerde vrijwilligers en professionals gelukt om toch nog het nodige aan kunst en cultuur en evenementen in Harderwijk en Hierde tot stand te brengen. Maar natuurlijk niet in de mate zoals we dat graag hadden willen zien. Ik hoop dan ook dat 2022 het jaar wordt waarin we echt weer los kunnen met mooie activiteiten, met veel concerten, veel voorstellingen, veel evenementen en festivals. Op die manier de gemeente Harderwijk weer kunnen laten bruisen en kunnen boosten. Niet alleen in het belang van al die makers, van de vrijwilligers, van de organisatoren, maar zeker ook in het belang van iedereen die hier in de gemeente woont, dat we een mooi aanbod hebben aan voorstellingen. En ik hoop dus ook dat we dat in 2020 weer in volle kracht kunnen doen. Want dat is waar we het allemaal voor doen, met Stadspodium, maar ook met alle partners. En met Stadspodium en de partners zetten we ons in voor verbinding, mooie ervaringen en alles wat er komt kijken bij een rijk en gevuld leven. En dat wens ik iedereen ook van harte toe. Niet alleen met voorstellingen, maar ook in de privésfeer. Dus laten we ons tot elkaar blijven verbinden. Laten we mooie ervaringen delen met elkaar. En ik wens iedereen voor 2022 dan ook een gezond vooral, maar natuurlijk ook een heel uitbundig en creatief nieuwjaar toe.